En dan nu? Hallo kijkers en hallo projectontwikkelaars. Ik sta hier zoals u ziet op het Valkhof en ik wil alle projectontwikkelaars in heel de wereld uitnodigen om een plan in te dienen om op deze plek een toren te gaan bouwen. De gemeente Nijmegen heeft recentelijk een bestemmingsplanwijziging aangenomen die dat mogelijk maakt. Ik zal u even de plek laten zien waar dat kan. De toren die hier achter mij gebouwd zou kunnen gaan worden, moet lijken op de toren die wij kennen uit plaatjes van meer dan 2 eeuwen geleden. Ik ga er hier een voorbij komen. Er zijn een paar randvoorwaarden. Het moet dus op die toren lijken. Het moet aan de onderkant redelijk transparant zijn. Dat was die toren niet, maar goed. Dan heb je tenminste nog een beetje uitzicht. Je kunt er geen terrasje omheen bouwen, dat mag helaas niet. Maar er zijn altijd wel leuke oplossingen voor zwevende terrassen te bedenken. Dan heb ik nog de andere randvoorwaarde is dat u oud materiaal moet gebruiken. Nou, tegenwoordig kunnen we alles namaken, dus dat mag ook helemaal geen probleem zijn. En leuke bijkomstigheid is, u krijgt er 1,2 miljoen euro van de gemeente Nijmegen bij om de grond, bouw en woonrijp te maken. En mocht het plan mislukken, die kans is groot, want er is een actiegroep die zich fel verzet tegen de bouw van deze neptoren nieuwbouw in dit park. Dan hoeft u maar 100.000 euro terug te betalen. Dat kunt u allemaal terugvinden in de raadstukken die hierover te vinden zijn op www.nijmegen.nl. Mocht u ze niet kunnen vinden of mocht u ze niet kunnen begrijpen omdat ze allemaal in het Nederlands gesteld zijn, belt u mij gerust op. Ik vertaal het graag even voor u. En ik zou zeggen, dien snel een plannetje in. Want er zal ongetwijfeld een Europese aanbesteding moeten komen. Want anders is het namelijk verkapte staatssteun, die 1,2 miljoen aan de club die het gaat krijgen, en dat wordt u. Ik zou zeggen, dien een plannetje in. Als u nog een leuk ontwerpje nodig heeft, bel mij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Met 3D-printen en een beetje videomapping kom je tegenwoordig al een heel eind.